zijn vandaag in Elburg, mooi stadje, een Hanzestadje. En we gaan straks naar binnen naar de zandsculpturen, die gaan we bekijken. En ik ben heel benieuwd, lijkt me erg mooi. Ik heb begrepen vanuit de Bijbel opgemaakt verhalen in zand. En ik ben benieuwd hoe die kunstenaar dat gedaan heeft. We zijn bekend met de Bijbel van jongs af aan. We zijn ermee opgegroeid en het speelt nog steeds dagelijks bij ons een rol in ons leven. En we zijn benieuwd hoe de kunstenaar daar vorm en inhoud aan heeft gegeven. Goed, hè? Dat is wel heel Martin Luther King? Ja. Mandela? Ja. Dalai Lama? Oh ja, Dalai Lama. Ja. Oh, dit is Elburg, zie je? Heel mooi. Elburg 63. Ja, hij zit te bidden, ze behouden thuiskomen, denk ik. Ik vind het heel mooi, ik vind het heel knap dat iemand dat kan maken. Ik zie wel heel veel strenge en boze gezichten ook. Maar ja, ik vind het heel indrukwekkend. Ja, het herinnert ook aan vroeger. En dat is leuk om weer even terug te kijken. Vroeger met schip, het varen. Maar ook als je kijkt zo naar de problemen van vluchtelingen, van mensen die op zoek zijn. Dat zie je hier overal een beetje wel terug in het thema. En ook het strenge van de kerk. Ja. Dat zie je ook terug. Ja. Zo, dat is bizar. Hè? Ja. Dat is echt groot. Immens groot. Ja. Zo, dat is echt heel erg leuk, hè? Ja. Echt mooi. Ja. Zo, dat hebben we hier. Dat is Eva. Catch of the day. Eva. Hey. Nou, jij bent mijn catch of the day, hoor. Deze tentoonstelling, of tentoonstelling, laat ik zo zeggen, zegt iets over de Bijbel. Wat ik ook heel mooi vind, is hele kleine poppetjes in enorm grote decor. Ja, ja, ja. En dat maakt het indrukwekkend. Ja, dat vond ik heel, heel mooi. En straks gaan we lekker fietsen door Elburg. We gaan even naar het museum. Ja. Museum Sjoel, vind ik wel leuk om te zien. Ja. En we kijken wat we nog meer van leuks tegenkomen. Ja. En dan moeten we ons al snel voorbereiden op het vertrek naar hier, hè? Want daar moeten we geloof ik vanavond al zijn. Ja, daar moeten we straks ook heen. Ja, dan hebben we nog even wat te doen. Heerlijke paling. Nou jongen, neem lekker een hap.